Ja, Richard, wat een klotsrijke wedstrijd. Ja, als je zo snel 3-0 achter komt en dan hadden we eigenlijk al een ander scenario. Moeten we misschien al een aanval extra brengen en een verdediger eraf halen. Nou, op dat moment maakten we net de 3-1. En ja, ik denk dat het een heel belangrijk punt is dat die 3-2 net valt in de 45e minuut. Dan ga je toch weer met een ander gevoel de kleedkamer in. Even bij elkaar zitten, even gewezen op de fouten, wat fout gaat met die 3-0. Maar ik denk op basis van de tweede helft, ja, dat het gewoon, ja, natuurlijk is het op het einde, kan je zeggen. Maar ja, ik vind dat je dat ook afdwingt, want dan ben je tweede helft, ben je denk ik... Heer en meester is overdreven, maar wel de bovenliggende partij geweest. Edward, het eerste half uur moet jij verschrikkelijk lekker in je stoel hebben gezeten. Ja, dat is niet helemaal zo. Het, weet je wat het is? Wij hebben een ploeg die dat kunnen. In 30 minuten tijd 3 goals maken en goed voetbal laten zien. Maar we hebben helaas ook een ploeg die wel eens niet meer hun taak uitvoert zoals het zou moeten. Dus ik zat wel lekker in mijn stoel, omdat het 3-0 was. Maar ik wist dat er een moment zou komen dat we wat minder gingen spelen. En dat is ook gebeurd vandaag. Ja, het stond al snel 3-0, voor dat verdiend? Nou ja, je begint zelf met een goede kans, denk ik, van Oeslo. Maar ja, de eerste bal die is bij de goal komen, die maken ze af. Dus ja, wat is verdiend? Ze komen 3 keer bij de goal en scoren 3 keer. Dus ja, wat is verdiend? Ik bedoel, dat is ook kwaliteit. Als je 3 kansen krijgt en je maakt af, dus dat is ook kwaliteit. Een andere kwaliteit is jullie veerkracht. Nou ja, vandaag helemaal natuurlijk, als je ziet, 3-0 achter en dan op de laatste minuut. Nou, ja, ik weet niet hoeveel minuten blessuretijd het is, want hij heeft best wel wat door laten lopen. Dus volgens mij 6 of 8e minuut blessuretijd, als je dan nog 4-3 wint in een uitwedstrijd waar je 3-0 achter staat, ja, dan heb je veerkracht. Ja, we staan 3-0 voor en wij hebben duidelijke afspraken hoe we de tegenstander opvangen. In elke linie en positie hebben we goede afspraken met elkaar gemaakt. En je ziet toch dat dan na 30 minuten een klein beetje weg hebt, omdat het eigenlijk te makkelijk gaat. Een wedstrijd duurt helaas geen 30 minuten. Of hij duurt geen 30 minuten, maar 90 minuten plus. En we hebben moeite dit seizoen gehad met opportunistische ploegen. Als tegenstander veel energie in de wedstrijd gooit en met 2 spitsen speelt. En lange ballen hanteert om bij ons in de 16 uiteindelijk te komen en hun momenten te pakken. Nou, dat is vandaag ook gebeurd. Dus ja, helaas. Erg teleurgesteld. Op een gegeven moment wordt het 3-3. Heb je dan nog vertrouwen in een goede afloop? Ja, weet je, 3-0 voor, 3-1, 3-2, 3-3, zelfs 3-4. Nog steeds heb je als trainer het vertrouwen dat wij een goal kunnen maken en dat wij gewoon weer terug in de wedstrijd zitten. Maar uiteindelijk, toen de 90 minuten verstreken was en we misten aan de rechterkant nog een grote mogelijkheid, dacht ik bij mezelf, nu is het over. Ja, dit jaar voor het eerst na competitie deze manier. Het is meteen die finale. Wat vond je ervan? Ja, nu is het leuk. Nu heb je gewonnen, nu ga je door. Maar ja, het blijft wel apart natuurlijk dat je nu, net als de zwerver van het hele seizoen, heb je ergens voor gespeeld. En in 1 wedstrijd is het eigenlijk klaar natuurlijk. Dus de opzet heb ik wel een beetje mijn twijfels over. Ja, erg Frank. Kijk, ik ben best wel optimistisch. Ik ben, we hebben een prachtig seizoen gedraaid. We zijn tweede geworden in de competitie op 3 punten van EBOH. We hebben de tweede periode zijn we bovenin geëindigd en de derde periode zijn we bovenin geëindigd. Dus als ik realistisch ben, dan zeg ik gewoon dat we het in de eerste periode hebben laten liggen, anders hadden we gewoon kampioen geweest. Maar als je dan uiteindelijk in die nacompetitie bent, dan reken je wel 3 wedstrijden rijk en dan wil je wel heel graag zo ver mogelijk komen. Nou, dit was voor ons het beste. Nou, voor jullie is het gelukkig nog niet klaar. Haringsveld is de volgende tegenstander. Ja, ik hoorde net Haringsveld. Nou ja, dat is ook weer een geduchte tegenstander. Weer op een grasveld. Ik moet zeggen dat dit grasveld in principe prima was om te spelen, want daar was nog de discussie over. Dus die jongens even goed herstellen, want die lopen er wel aandacht gewoon met pijntjes rond. Maar met een overwinning is het altijd makkelijk herstellen naar de volgende wedstrijd. En het kan een prachtig slot worden zo voor jou. Nou ja, daar hopen we op natuurlijk. En hopelijk kunnen we mooi afsluiten. Het zou mooi zijn als we de finale thuis kunnen spelen en winnen kunnen afsluiten. Maar eerst maar eens volgende week naar Haringsveld kijken. Niet te ver kijken. Van week tot week. En dan eerst die maar eens proberen te winnen.